Wauw. Schat, je hebt gelijk. Kerpelani, hun nieuwe website, is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is vernieuwd. Zo klik het anywhere. Or anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag. Spreek met de driver van Kerpelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Klik het anywhere, anytime. Troy, hoe is dit bezig? Oh, sorry. Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag is mijn gast Sulami Starke. Zij is de CEO en founder of Aiden Haircare Handmade Products for all coily, kinky en curly sisters. Zo, ik hoop dat ik het goed heb gezegd. Het is een mondvol. Basically komt het erop neer dat het weer zo'n ondernemende dame is die haar handen in de modder heeft gestoken en zelf op zoek is gegaan naar haar verzorgingsproducten. Zij vertelt ons meer hoe ze hiertoe gekomen is. En natuurlijk hopen wij dat u daardoor ook geïnspireerd raakt. Kijk mee naar het gesprek met Sulami. Sulami, welkom in Q-Time. Fijn dat je er bent. Hi. We praten met jou vandaag, want je bent sinds 2017, als ik me goed herinner, eigen ondernemer van Aiden. En jij bent dus producent van haircare products. Ja. Oké. Voor nu. Vertel ons een beetje over Aiden. Het is gewoon een hele mooie afkorting van je naam, dus laten we daarmee beginnen. Ja. Aiden, sommigen noemen het Adon, sommigen noemen het een andere naam, but de juiste uitspraak is Aiden. Because it's a dash of nature. Het is dus de afkorting van a dash of nature. En ja. Ik ben Aiden begonnen uit frustratie, omdat ik zelf geen haarproducten kon vinden voor mijn haar. Ik ben heel lang, 4-5 jaren ben ik, had ik dreadjes. En op een gegeven moment begon ik te draaien aan mijn haar en ik denk, hoe ziet mijn echte haar eruit? En ik vond die krulletjes zo heerlijk, dus ik denk, nee, dit wordt het weer voor me. Ik ga knippen. En natuurlijk, je dreadjes heel lang, niemand wil het voor je knippen. De kapsel waar ik naartoe ging, Johanna, ze zegt, weet je, ik ga het voor je knippen. Ze heeft het mooi gewassen en daarna zegt ze, je mag gaan. Dus ik denk, maar ik wil het knippen. Uiteindelijk heeft mijn man het zelf voor me gedaan. Hij zegt, ik ga hier beginnen met de eerste vlek. Dan kan je niet zeggen, stop. Dat is een hele goede strategie. Ja. Ik was er echt wel klaar mee. Ja. Uiteindelijk heeft mijn man het zelf voor me gedaan. Hij zegt, ik ga hier voorin beginnen. Dan kan je het niet knippen. Dan kan je niet terug gaan als het ware. Dus je kan niet zeggen, stop. Dus uiteindelijk heeft hij alles voor me geknipt. En, en toen begon het. Dat haar begon te groeien. Toen het plat was, was het... Heerlijk, ik kon elke dag onder die douche staan. Maar naarmate het groeit, dan begin je krullen te zien, dan begin je kroesgedeelte te zien, dan begin je dat verschillende texturen op je hoofd. Dus dan ga je alvast producten uitzoeken. En ik heb een paar gevonden, meer buitenlandse producten, want ja, Suriname had tegen die tijd alleen Juvet, volgens mij ook nog, ik ben even vergeten hoe die andere heette. Ja, maar je mag eentje die... Het gaat om, ja. Dat is wat je bent tegengekomen op je zoektocht. Ja. Ja. En uiteindelijk werkten de producten voor een tijdje. Ze werden duurder. Ze kwamen niet meer op de schappen. Dus ik denk, ay, Bayasul, hoe ga je met dit haar doen? En ik wil dat niet knippen. Dus, I don't know. Je kan zeggen, op een blauwe maandag stond ik op. Ik denk, ik ga iets proberen. Ik ga testen. En ik heb het getest op mezelf. Ik heb het getest op, toen werkte ik nog bij Chanel. Dus ik heb het getest op mijn collega's, verschillende soorten haartypes. Toen kwam mijn dochtertje. Vanaf 3 maanden heb ik het getest op haar haar. Ik denk, het is geen chemisch... Ik denk, het is geen chemische spul erin. Dus ik ga testen, je haar kan niet uitvallen. En eigenlijk is toen Aiden geboren. Oké, maar jij gaat ons nu niet vertellen wat jouw secret ingredient is. Want ja, je kan niet opstaan en zeggen, oké, is goed, en nu ga ik maar gewoon producten bij elkaar gooien en dit is wat ik op mijn haar ga doen. Dat kan je niet doen. Dus het is wel een proces en ik vind het bij je eigenlijk best slim. Want hoe heb je het aangepakt? Ben je gaan researchen? What happened? En dat is het mooie daarvan. Ik heb een journalistieke achtergrond,
Dus ik kon van alles zoeken op internet. Maar ik ging ook wel naar de, ik noem het Jukawoyo, omdat het zo bekend staat in de stad. Daar ging ik ook vaak praten met de mensen. Maar wat gebruiken jullie voor jullie haar? Wat hebben we allemaal behalve kokosolie? Toch? Ja. Dus ze vertelde me over een heleboel medicinale planten. En in principe ben ik zo begonnen. En natuurlijk een beetje dedication. Ja. Ik ben gelovig, dus voor mij was het echt... De Heer heeft het gedropt en me zegt van... Hé, begin te gaan onderzoeken en kijken wat het wordt. Ja, wauw. Mooi verhaal. Heel erg mooi verhaal. Maar goed, je bent toen begonnen met producten, want je haarproducten, waar begin je dan? Welk product start je mee? Heb je nu een hele lijn? Hoe heeft het zich ontwikkeld in de afgelopen 3 jaar? Ik ben dus begonnen met eerst... het grootste probleem waar wij zitten, natural, is droogte. Dus ik zag echt naar iets moisture, om in het haar vast te houden. En toen kwam ik dus bijenwas tegen. Ik ben toen begonnen met experimenteren en ik heb een leave-in conditioner gemaakt. Het is tot nu toe de bestseller. Omdat je leert, toen kwam de natural hairstyles en movement kwam ook pas. Dus ze zeiden van ja, en het kwam veelal uit Amerika. En ze zeiden van ja, als je haar lekker mooi wil houden, moet je de LOC-methode gebruiken of de LCO-methode. Liquid Oil and Cream. Kijk, Odette, ik hou van mijn haar, maar ik ga niet zoveel tijd eraan besteden, boy. I'm just basic. Dus ik denk, weet je wat, laat me iets proberen te ontwikkelen die alle 3-in-1 heeft. Dus dat heb ik gedaan. En tot nu toe... Yeah. Is dat de bestseller? En ja, tot nu toe heb ik een hele lijn. Het enige wat ik niet heb is een gel. Maar je haar ziet er prachtig uit. Dus laat me dat in ieder geval erbij zeggen. niet alleen maar de style, maar ook inderdaad heel erg gezond en heel erg natuurlijk. Ja. Dus dat vind ik wel mooi. Viel me direct op, behalve je fleurige en enthousiaste uiterlijk en je jurk en je ziet er perfect. Zie je? Dat plaatje if you sell erbij. Something. Precies. If you sell something. Je praat over haar, maar jouw haar moet er dan ook goed uitzien. Ook netjes uitzien, natuurlijk. Maar wat ga je, want ik weet zeker dat jij nog meer in petto hebt. Dus wat ben je van plan nog meer te gaan doen met Eden? Nou, met Eden ben ik een nieuwe stap begonnen. En dat is dus een mobiele haarsalon. Een vriendin die kocht een aantal producten en ze... Ja, ze heeft het gewoon allemaal geponst in de haar. En op een gegeven moment kreeg ze echt. En ze kreeg overal rash. Dus ik denk, oh mijn gunstens, wat is gebeurd? Ze zegt, zo, ik heb vertrouwen in Eden, maar ik denk dat ik iets verkeerd doe. Kom bij me, wees me hoe dat ding moet. Dus ik ben bij haar gegaan. Ik had niks, ik had geen wasbak, niks. En ik heb haar gewezen. En toen zei ze van, ja zo, ik denk dat je echt iets hiermee moet doen. Want er zijn zoveel mensen die toch willen, en met COVID kunnen ze niet naar de salon. Kan je niet iets doen? Dus toen ben ik begonnen met de mobiele salon, de helpende hand. Oké, zo heet het? De helpende hand? Wauw, oké. Heel erg leuk. Dus ja, dat is wel uit corona, want je hebt gezegd dat je uit frustratie bent begonnen met Eden, maar het was geen corona-frustratie, het was 2017 frustratie van je haar. Nee. Maar corona-frustratie heb je dus gebracht met de helpende hand. Yes. Goed, we moeten niet te veel pandemics meer hebben met jou, want anders gaan we je niet kunnen bijhouden. Ja, hoe lang ben je al bezig met de helpende hand? Maar in de helpende hand neem je natuurlijk nog steeds jouw eigen Eden-producten mee. Ja, de helpende hand is echt zoals het zegt. Ik help waar ik helpen kan en ik gebruik Eden-producten. Het is mijn manier om Eden kennis te laten maken met verschillende type haar, verschillende type mensen. En waar ik me eigenlijk op focus is vooral mensen die slechter been zijn, maar ze willen er wel mooi uitzien. Verzorgd haar hebben. Dus voor ouderen ga ik, moeders die geen tijd hebben of kleintjes hebben, maar er is een groot kind erbij, die dat haar moet gedaan worden. Maar ze heeft geen tijd, want ze zit te rennen overal. Hi, I'm here to help you. Oké, helpende hand. Ik hou van die naam. Ja. Leuk. Ja, ik ben echt de helpende hand. Okay, maar dus hoe geen moeilijke dingen hoor. Maar hoe bevalt het nu? Want eigenlijk ben je producent en je bent ook ondernemer. Hoe bevalt dat je, dat leven je? Is het voor jou? Helemaal. Doe thumbs up. En soms denk ik, waaraan ben ik begonnen? Ja. Nou, je bent begonnen zoals je het zelf hebt gezegd. En wat er in je schoot is geworpen, daar ben je aan begonnen. Yes. Dat is wat er gebeurd is. Hoe zie jij de toekomst voor je? Waar wil je dit naartoe laten groeien?
Sowieso wil ik dat Eden bekender wordt in Suriname, maar ook over de grenzen, weet je. Het Caribisch gebied wil ik heel graag gaan. Europa wordt nu ook gevraagd, maar ik denk ik moet een beetje over mijn vrees stappen, dat ik het niet aan kan, snap je? Okay. Het is menselijk, toch? Dus ja. Ik moet over die vrees stappen. En uiteindelijk wil ik ook met Eden wil ik uitgebreider worden. Ik wil niet alleen producten maken, maar ik wil ook andere ondernemers helpen. Er is altijd een hobbyist, er is altijd een andere ondernemer die graag een potje wil of ingrediënten wil. Misschien kan ik zorgen dat je een ingrediëntenpakket hebt en daarmee kan gaan uitproberen. Dan hoef je niet bij winkel ABCD te gaan, maar dan ga je gewoon naar één winkel, naar Seoul, en dan kan Seoul je helpen en zeggen van oké, kijk, dit kan je gebruiken. Oké, geweldig. Very nice. Hey, je enthousiasme is heel erg aanstekelijk. Ik weet zeker dat jij nu op de mensen op het spoor hebt gebracht om de helpende hand te bellen. Of in ieder geval uit te zoeken naar de A Dash of Nature productenlijn. Yeah. Waar kunnen we de producten vinden? Of moeten ze gewoon jouw contacten om te weten hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een helpende hand afspraak? Hoe zijn wij in touch met jou? Je mag me gewoon bellen of appen. Via de Facebookpagina ben ik ook bereikbaar. Eden is voor nu op 3 plekken. Eden is bij de Perfect Shop op de hoek van de Prinsenstraat en de Waaldijkstraat. Eden is ook bij Safira Clemens in haar salon. Dat is aan de Indira Gandhiweg, vlak naast de Podosiri stand daar. En natuurlijk bij Soul zelf. Ik ben altijd ready om je te helpen. Goed, en dat is natuurlijk via social media, want dat maakt het hele leven een stuk ingewikkelder soms. Juist, maar soms ook een beetje makkelijker en aangenamer. Oké, goed. Soulami, hartelijk bedankt voor het gezellige interview. Fijn dat je dit hebt willen doen met ons. En ik zou zeggen, heel erg veel succes met Eden. We blijven het natuurlijk volgen. Dankjewel en jij ook heel veel succes met alles dat je doet. Oké, dankjewel Soulami. Okido. Oké. Dat was het gesprek met Soulami Starke over Eden Handmade Hair Care Products. Ze heeft niet alleen maar de productenlijn, maar ook de helpende hand. De helpende hand is de dienst die Soulami biedt door thuis te komen en je een helpende hand te bieden als je met je handen in het haar zit, letterlijk en figuurlijk. Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en tot de volgende aflevering. Dag. Wauw. Schat, je hebt gelijk. Kerpelani, hun nieuwe website, is nu nog makkelijker. Ik ben letterlijk de hele dag erop. Onze website is van nu, so click it anywhere. On anytime. Hallo, goedemiddag. Goedendag, spreek met de driver van Kerpelani. Hey, we staan bij u voor de deur. Click it, anywhere, anytime. Roy, waar is dit deze? Oh, sorry. Wij doen elke dag ons best om het beste te presenteren via Supreme TV. Hopelijk geniet u ervan. If so, subscribe, like en share.